Wil je jezelf beter profileren in jouw organisatie of branche? Maak dan gebruik van een sterke persoonlijke pitch. Een sterke persoonlijke pitch kent een aantal vaste elementen. Een goede aandachtstrekker, een heldere kernboodschap en natuurlijk een sterke afsluiter. Maar misschien wel het belangrijkste element van een goede pitch, dat zijn de onderscheidende kenmerken. Wat maakt jouw verhaal nu uniek? Wat maakt jouw verhaal onderscheidend van dat van elke andere projectmanager, gespreksleider of welke rol je dan ook maar aanneemt? Nou, hoe je je verhaal onderscheidend kan maken, dat wil ik je in deze video uitleggen. Een sterke persoonlijke pitch maakt dus gebruik van goede voorbeelden. State, explain en illustrate. Zo noemen we het model dat je gebruikt om je verhaal op te bouwen, zodat het niet alleen maar het hoofd, maar ook het hart overtuigt. En waar staat dat nou voor? Een statement, een explanation en een illustration. Oftewel, een statement, een uitleg en een voorbeeld. Laat ik dat uit mijn eigen praktijk doen. Ik ben bijvoorbeeld gespreksleider, maar dan weet je nog helemaal niks. Dat is slechts het statement. Ik kan bijvoorbeeld uitleggen dat als gespreksleider ik allerlei bijeenkomsten leid, van groot tot klein en in allerlei verschillende onderwerpen. Maar dan heb ik nog steeds niet echt inzicht gegeven, nog steeds niet echt mijn uitleg geïllustreerd. En dat kan ik bijvoorbeeld doen door te zeggen, ik ben gespreksleider, ik leid bijeenkomsten van groot tot klein en in allerlei verschillende onderwerpen. En zo heb ik bijvoorbeeld de afgelopen maanden een congres gedaan over borstvoeding in Nederland, een debat over militaire samenwerking en een talkshow over de stand van de Nederlandse zorgsector. Op die manier heb ik niet alleen maar een helder statement gegeven en een uitleg, maar heb ik ook drie voorbeelden genoemd van de verscheidenheid aan opdrachten die ik doe. En dat heeft jou als kijker, als luisteraar, meer inzicht gegeven in mijn uitleg. Op die manier, door gebruik te maken van state, explain en illustrate, kun jij zorgen voor goede onderscheidende kenmerken en daarmee een sterke persoonlijke pitch. Ga zo snel mogelijk met deze tip aan de slag door zelf voorbeelden te bedenken die passen bij jouw verhaal en daarmee jouw verhaal illustreren en ondersteunen. Wil je nou vaker dit soort tips ontvangen? Wij hebben een heel kanaal vol en we maken ook nog eens in de zoveel tijd nieuwe tips. Wil je die automatisch ontvangen? Klik dan op de knop hierboven en abonneer je op het kanaal van het Nederlands Debatinstituut.